Dan ga ik naar de heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, dank voor het woord. Maar natuurlijk nog grotere dank aan de heer Baudet dat hij al zoveel minuten besteedt aan het voeren van een gesprek ver beneden zijn waardigheid. Hij klaagt. En ik snap, sommige van zijn klachten snap ik nog. Er wordt vaak alleen maar vastgehouden aan de tekst die er al is, niet geluisterd. Las hij voor van papier. Hij klaagt dat er niet geluisterd wordt en niet geïnterrumpeerd, niet inhoudelijk gediscussieerd. Dat doen we hier al minuten. We luisteren naar de heer Baudet als hij ons op de hak neemt. Wij luisteren naar de heer Baudet als hij voor de 8e keer klaagt dat hier in het parlement iedereen zichzelf steeds herhaalt. Dat doet hij dan zelf ook. We luisteren naar de heer Baudet als hij klaagt over haakse spelletjes en net een interruptie van de heer Pechtold ook afdoet met de handige, ik gebruik mezelf ook wel eens, maar klassieke truc, ik heb geen vraag gehoord. We luisteren naar de heer Baudet als hij met pseudopoëtisch gereutel hier komt en ons voorleest uit boeken die we al lang gelezen hebben. Zelfs qua... Nou, dat is dan weer de meevaller van de avond. Zelfs quasi-sensuele gedichten kan ik ook nog enig genoeg insmaken dat ik andere collega's al wat ongemakkelijk zie schuifelen op hun stoel als u over dijbenen begint van jonge dames. Ik mag dat wel. Ik kan me ook voorstellen dat u met al die creativiteit een hele goede inbreng had kunnen leveren. Ik kan me gisteren herinneren, eergisteren, dat u mij geïnterrupeerd heeft. Een vraag heeft gesteld op inhoud. Ik heb echt mijn best gedaan met de beperkte kennis die ik heb, u heeft vast meer, om daar inhoudelijk een discussie aan te gaan. Dus ik voel me dan wel een beetje beledigd als u net doet alsof u heel hard werkt. En ik gun u uw wijntje in de wandelgangen ook, maar verwar dat dan niet met dat u een beeld schept, dat u heel dat zwoegen bent voor de partij. U geniet hiervan, u geniet van het spel. U heeft gekozen het een keer anders te spelen om te kunnen zeggen dat u er niet aan mee wil doen. Maar u doet het ook, we luisteren naar u en we stellen ook vragen. En had u deze tijd dan niet veel beter kunnen besteden, die we nu al met elkaar doorbrengen, met alle collega's, aan een van de vele punten die u zegt te willen veranderen? Want als ik niet weet wat u wil veranderen in zo'n debat als dit, dan kan ik er ook niet mee eens of oneens zijn of tegenin gaan. De heer Baudet. Wat bedoelt de heer Dijkhoff nou precies te zeggen? Dat we in plaats van deze vraag zouden moeten praten over hoe we het parlement beter kunnen laten functioneren. Daar ben ik namelijk helemaal voor, maar uitgerekend zijn partij is altijd heel sceptisch geweest over staatkundige vernieuwing. Ja, voorzitter, het is de spreektijd van de heer Baudet, dus het is nu aan hem. Ik kan heel suggesties aandragen. Een beetje interruptie dit. Hij had alles kunnen kiezen. Nee, ik bedoel, u vraagt welk onderwerp. U had alle onderwerpen kunnen kiezen. Maar u kiest ervoor om een... Ja, ik weet niet precies, zal nog nadenken, zal ik dat ook een keer doen, de tijd nemen om even na te denken over hoe ik dit nou precies moet duiden. Maar welk onderwerp u ook had kunnen bespreken, hadden we hier kunnen staan bespreken. Doen we nu, we hebben het nu ook, we hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp. Maar was het niet nuttiger geweest om deze tijd inhoudelijk te besteden? Misschien kunnen we het volgend jaar nog een keer proberen, maar dat zou ik toch nuttiger hebben gevonden. Ik vind dit ook leuk, maar... Ik ga graag door met mijn spreektekst als de heer Dijkhoff klaar is met zijn interruptie. Dan kan ik over de inhoudelijke voorstellen van onze partij beginnen. Oké, volgend jaar beter.